Hier, jongens, alsjeblieft. Jan Smit, je biografie is uit, Het geheim van de Smit. Welke vraag is nou het meest gesteld eigenlijk? Waarom ik dit gedaan heb, waarom dit boek er nu is. En dat is logisch, omdat je zo jong bent. Je bent 26 en dan met een biografie. Dat is wat vroeg. Maar gezien de carrière die ik heb gehad tot nu toe, gezien de verhalen die ik heb gebundeld, is dat naar eigen zeggen toch wel heel interessant om terug te lezen. Met name wat mensen van je vinden, de mensen om je heen. Dus mijn twee zussen bijvoorbeeld, die dat heel erg mooi beschrijven. Ja. Die periode dat ik er niet was, dat ik gewoon thuis, of dat zij thuis zaten en ik in Duitsland. Hoe zij dat hebben ervaren en dat alles toch wel om mij draaide. En dat is natuurlijk heel vervelend. Want ik heb dat nooit zo van hun gehoord. Dan denk je wel, oké. Ik heb er nooit bij stilgestaan zo. Maar als ze dat dan zo opluisteren in het boek, ja, dan denk je wel, oké. Je hebt natuurlijk gewoon gelijk. De twijfel en onzekerheid in je ogen. Hoogtepunt of dieptepunt, zullen we mee beginnen uit het boek? Ik heb een jaar lang niet kunnen werken vanwege mijn stembandoperatie. Toen zat ik wel echt in de put, ja. Ik heb een paar maanden lang een soort van antidepressiva geslikt, omdat ik de deur niet uit durfde. Toen ik net doorbrak, opnieuw in Nederland in 2006. Dat ik gewoon zo bang was dat ik achtervolgd werd terwijl ik in een lege kamer was. En dat soort waanideeën. Als ik daar nu op terugkijk, dan heb je daar wel van geleerd. Want doordat ik dat heb meegemaakt, dat zal me nooit meer overkomen. Hoogtepunt? Ik denk dat het hoogtepunt is het einde. Dat je nu 15 jaar later, dat je dit boek kan maken op je hoogtepunt. En dat je dat er nog zoveel te wachten staat. Dat ik denk dat mijn hoogtepunt nog niet gekomen is. Maar stopt het ook op een gegeven moment nu niet meer? Je biografie is er. Ja, maar de eerste 15 jaar. Ja? Wanneer komt de volgende dan uit? Over 15 jaar. Maar nog één vraag in het hele boek. Ja. Ik zie helemaal nergens Joland. En daar kijk ik altijd zo graag naar. Heb je niet een foto bedoeld? Foto? Nou, laten we geen inkt verspillen.